Hi there. De klusjesmannen, wij genieten van een welverdiende vakantie. Want de afgelopen 7 weken hebben wij ons uitgesloten. We hebben hard gewerkt. Ik ben er nog 6 kapot van. Ik zie het. Je bril ook, hè? Ja, mijn bril ook. Nee, we hebben natuurlijk de afgelopen 7 weken allerhande vakantiebaantjes speciaal voor jou getest en beoordeeld. Van de agrarische sector tot aan de supermarkt, ja. Van hotel tot aan... Werk in de zorg. Precies, alles kwam gedaan. Voorbij. Ja. En wij gaan nu... Dus genieten van vakantie, maar niet voordat we jou alle hoogtepunten hebben laten zien. Hier zijn de hoogtepunten. Zo, dat waren ze. Dankjewel, Alan. Ik wil jullie nu meenemen. We gaan naar een hotelkamer. Ja. We gaan een kamer schoonmaken. Hier hebben mensen geslapen. Hier hebben mensen geslapen. Ik ruik het. Ja? Ja. Ja, het zware weer, hè? Ik denk Roemenen. Denk je? Of mensen uit Venray. Alles mag eraf. Ja. Oh, bah. Oh. Ja, ja. Wat is dat? Oké, daar kijken we gewoon niet naar. Gewoon door. Bah. Goed trekken. En dan? Ik denk even dat ik je kussen sloop. Alsjeblieft. Dit oh, dat ook. Vind ik ook goed. Moet dit gestopt worden, ja. Peter? Ook. En dit? Ook. En dit? Want het zijn 3 kamers in een uur, hè? Ja. En dit? Ook. En dit? Ook. Ook. En dit, Peter? Ook. En dit? Ook. Ook. Dit? Ook. En dit? Nee. Nee, kijk. Hey. Nou, anders had ik voor niks gedaan. En dit randje? Ook. Alle randjes. Alle randjes? Alle randjes. Nou, dan doe je broek maar uit. Heb je wel eens gezogen? Ja, ik heb... Welkom op je werk. Welkom op je werk, dankjewel. En vandaag namens zijn we op de markt. Al waar je gulden een daalder waard is. En waar de boer een stoel heeft. Juist, waar de boer een stoel heeft. Tik hem aan, vrouwen. Tik hem aan, vrouwen. Nou, Jet. Is het een moeilijke baan, Jet? Nee, hoor. Of is het easy, Jet? Nee, het is Jetpack, hoor. Het is echt easy, Jet. Kijk, easy, Jet. Dit is een jumbo, Jet. Nou. Tik hem aan. Not yet. You ain't seen nothing yet. Hij staat hier. Dankjewel. Doei. Hij droog koffie. Koffie-thee! Koffie-thee! Kijk eens. Alsjeblieft. Koffie-thee. Mag ik wat vragen? Nee. Weet je hoe laat het is? Hier is grote bloemkolen. Weet je waar de pin is? Mag ik u overzien? Hé, hey, gaat het? Nee, dat was ik niet. En dan is het de bedoeling dat jullie allebei 1 rollenspel gaan doen. Jullie moeten mij eigenlijk zo goed mogelijk helpen. Ja. Ja. Een probleempje. Ik ben net ongesteld geworden en ik heb niks. Je bent net ongesteld geworden? Ik pak even de tapons voor je. Ja. Kun je het helpen? Ja, ik ga voor je rennen. Ja. Pas deze. Normaal, hè? Ja. Vind je het, Sander? Ja, ik wil een spel. Ik vind het fantastisch, Dirk. Ja? Ja. Ik ben een beetje clearer, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het... Dat je overbodig vindt. Kijk eens. Oh, fijn. Ja. Ja? Dankjewel. Toilet, ik zal even voor jou maken. Hier naar boven. Maar
Oh. Dat zal je net zien, hè? Door je boodschappen ben je ongesteld. Ja, ik ben heel vervelend. Ja. Moet je ook scheiden, of niet? Nee. Jongens. Kom, trek je broek uit. Even feedback voor jou. Nou, ik snap natuurlijk als je een grapje maakt en dat je het door de winkel heen gaat schreeuwen dat het gênant is. Dus als ik echt een klant was geweest, dan was ik namelijk heel hard weggerend. Ja, en dan had ik niet meer een voet in deze supermarkt gezet. Nee. Dus... Maar dan was je wel aan het doorbloeden in je auto. Ja, dat wel. Ja. Kijk, dat is inderdaad, en dat is nu niet gebeurd. Dus, dat is de andere klant van het haal. Wat zei je? De onderklant. Oh, stinkt man. Ja, het stinkt echt. En het hok ook, toch? Maar we moeten wel aan de slag. Gaat het lukken, denk je? Ja. Bij familie van Femke. Femke Kok Halsema. Tik hem aan, stel aan. Moet maar eens kijken. Vis te gaan we. Ja. Oh, godverdamme. Tot zijn schouder. Godverdamme, Christen, ik vind het zo lief. Je hebt wel echt van je hobby je werk gemaakt, hè? Ik vind nog wat hoor. Ik moet nu een biggetje uit de flamoes halen en op aarde zetten. Oh god, ik word er helemaal gek van weer. Wat is het toch stom allemaal? Ik moet even pennen aan. Dit vind ik heel veel herrie. Kom, niet zo flauw. Oh. Oh, dit is. Oh, smerig. Het is gewoon warm. Oh, het voelt echt als een kut. Maar dan heel groot. Ik zou een 1 ratelbandje doen. Tjaka! Hakka, takka, takka, takka. Ik kan het gewoon niet, hoor. Nou, echt niet. Dus je zit eigenlijk met een big problem. Stik hem aan, nou, daar zijn we er vanaf. Ja, daar zijn we er vanaf. Je hebt helemaal niks. Ik heb. Ja, je hebt je vingertje erin. Je zit een beetje zo met de kutte klieren. Ik ben Ramon, de verloskundige. Alles komt goed. Ben je poppenkast aan het spelen? Oh, ik vind het zo vies. Ik durf er niet verder in. Jij zal er toch uit moeten. Hij zal eruit moeten, hè? Ja. Ik dacht dat je het met je mond deed. Nee. Oh, jongens. Trek. Ja, hij komt. Oh, wat goed, man. Deze heet Ramon. Goed? Ja. Die mag niet naar de slag, hè? Die mag er niet naar de slag. Goed, hoor. Die hem aanhouden. Je hebt gewoon een leven op de aarde gezet. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing. If you leave me. Sander. Heb je over voor mij? La 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 la. Doe een trapje naar voren. En een trapje terug. You're simply the best. Hold me now.
hard for me to say I'm Corey. Er staat een paard in de gang. Ja, ja, een paard in de gang. De champion. Olé, olé, olé. Kon ik nou even breien zijn? All you need is love. Ta-ta-ta-da-da. All you need is love. Tik hem aan, ouwe. Dag jongens, jullie willen vandaag vakantiewerk doen? Ja, ja, klopt. Ja, inderdaad. Dat ziet eruit als hakken en zagen, geloof ik. Gaan we dat zo vandaag doen? Toet, toet, boing, boing, hakken en zagen. Nee, kort. Zagen. Dat moet ik meedoen ook, hè? Nee, ik doe aan alles mee natuurlijk. Hier hebben we een winkel, dus kunnen mensen lekker shoppen. Ook bij wij komen ze hier aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Welkom in de werk. Ja, van Jannie. We hebben hier een kapsalon ook. Het is ontzettend druk. Cor, ja? Even tussen ons. Ja? Jij bent hier elke dag. Ja. En die kapper is elke dag open. Ja. Hallo. Hallo. Goeiedag. Wij moeten u aankleden, meneer. Nou, ga je gewoon. Ik zit hier. Oké, okay, wat wilt u aan vandaag? Ja, weet ik het. Jullie moeten mij aankleden, niet zelf. Meneer, kent u Flitsy en Flatsy al? Hè? Kent u Flitsy en Flatsy al? Ja, dat heb ik al, een slipje en mijn lappie. Nee, kent u Flitsy en Flatsy al? Hallo, ik ben Flitsy. Hallo, ik ben Flitsy. Hey, Flitsy. Hey, Flitsy. Hoe is het met jou? Alles klatsy. Oh. Hey. Moet ik nou lachen of huilen? Ja, als meneer Brichtman een dikke zoen krijgt, is hij weer helemaal tevreden. Oh, nou, dan komt-ie. Ja, hij is weer een flik, hè. Nou, hij wel. Tik hem aan, hè. Tik hem aan. Nou, even kijken, hoor. Wakker maken. Lies, wakker worden. Wakker worden. Lies, wakker worden. Lies. Lies. Word nou wakker! Oh, Lies. Lies. Oh, die mag het krijgen. Het is bekat middag. Hé. Hey. Hé. Hey. Hey. Oké, okay, dat hebben we gehad. Ja. Ramon, ik moest laatst echt goed vegen, hoor. Er zat allemaal kak tussen. Tik hem aan, gaan jullie nu inzetten als badmeesters? Nou, uiteraard goed op de veiligheid letten, kijken of mensen de regels goed naleven. Kinderen die kleiner zijn dan 20 moeten verplicht zwemvleugeltjes dragen bij ons. Zie je wel. En hoe zit het eigenlijk als badmeester? Ligt er dan een beetje een trek bij de vrouwen? Ja, dat is wel ben je een van de stoere beroepen, toch? Politieman, brandweer. Ja. Maar merk je dat ook? Ben je ook... Ja, sommige vrouwen vinden dat interessant. Ja? Mannen in uniform natuurlijk. Ja. Mag jij een fluitje zien? Heb je een fluitje? Ah. Spreken ze Duits? Ja. Ah, sehr schön. Sie ist unter der Einheitsschweinzi. Und sie brauchen Badflügel. Flügel? Ja, Flügel. Aber ein bisschen. Sie ist höher wie 1,20. Möchten wir gerne messen, even? Oké. Ja, even kunnen messen. Kom mit. Ach. Entschuldigung! Entschuldigung! Oh, is bitte sehr kutschmuck! Wie mag ik? Oh! Oh! Ah! Meneer? Meneer? Wil ze niet met de rolletjes pepermunt in het water gaan? Jij bent aan het plassen, hè? Ik zie dat. Jongens, dat was hem. Bedankt voor jullie hulp. En veel succes bij de volgende afdeling. Graag gedaan. Tik je aan. Tik je aan. Tik je aan. Tik je aan, dikke vrouwen. Ik krijg geen tikiepad, geen attractie, geen treintje, geen informatiebord meer zien. Tik hem maar nou.
Zo, hè. Vond je het niks? Je hebt je onderbroek uitgedaan. Vader stinkt. Oh, ik moet je piemel. Grote slurf. Haal hem eruit. Haal hem eruit. Een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Ik heb een beetje opstartproblemen. Opstartproblemen? Stop me up! Stop me up and never stop. You make a cool man cry. You stop me up. Hey Jagger, wat heb je allemaal in je mik? Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Kom maar, vrouwen. Kom maar, vrouwen. Nou Nadine, we gaan kijken naar appartementen. En waar moeten we op letten? Nou, het is belangrijk om erop te letten dat je gasten natuurlijk wel tevreden zijn. Aanbellen of kloppen? Nee, je mag aankloppen. Tik hem aan, ouwe. Ik ben standaard. Tik hem aan, ouwe. Wat een prachtig uitzicht hebben jullie hier. Nee, hebben jullie al geneukt? Nou, laten we daar maar niet over hebben. Maar wat heb jij even geneukt dus? Of alleen gepijpt. Was een leuke jongen. Zo, Nadine. Ging goed, hè? Als eerste is het natuurlijk niet netjes dat je aan de gasten gaat vragen of ze seks hebben gehad, want dat vraag je niet aan gasten. Hoi. Hoi. Daar komen problemen voor helpen. Oké. Okay. Heb je een probleem? Ik heb mijn glas kapot, daar kijken we de borg niet terug. Voor één glas? Ja. Echt waar? Zo en wat is de borg dan? 100 euro. En wordt er een beetje geneukt? Oh, dat mocht niet, hè? Nee. Wel een goede vraag. Nee. Tik hem af, vrouwen. Tik hem af, vrouwen. Helaas is er toch iemand weer in de fout gegaan om te praten over seks. Ja. Helaas doen we dat natuurlijk niet. Ik voel het ook. Nou, dames. Er is een probleempje. Er is een probleem. Ja. Wat is er aan de hand? We hebben geen warm water. Jullie hebben geen warm water op de douche? En dan, ja, er is helemaal niks, geen warm. Er zit geen druk op. Nee. Nee. Kun je dat druk op maken? Heel leuk, maar we hebben het iets te druk hiervoor. Ja. Sorry, maar hebben jullie nog geneukt? Nee, hallo. Hallo. Van wie is deze? Van mij. Van jou. Van mij. God kanonnen wat die Jopen zegt. Dat is eigenlijk van mij, hoor. Kan je de ZDF mee ontvangen? Hey, Mickey Mouse! Nou, Nadine, hoe vond je deze kamer? De dames vonden dat ook heel erg leuk. Waren ook erg blij dat jullie langs zijn geweest. Maar wat een klont had die ene, hè? Pardon? Wat een joop had die ene. Ja, helaas mogen we dat ook niet zeggen als reisleiders. Wat een tiet had die ene. Mag ook niet, helaas. Jullie hebben deze wat een kamer had die al honderd, zeg maar, wel redelijk goed afgerond. Ja? Wel zo voor de volgende keer zeggen, je mag natuurlijk niet aan spullen zitten van de gasten. Nee. Oh, nee. Die vinden dat niet echt fijn. Eigenlijk kunnen we het samenvatten. Jij vond het kunst met peren. Ja, eigenlijk wel. Kunst met peren. Hallo. Wilt u wat drinken? Cassis. Schrijf je alles op? Ja. Een watertje. Dit is wel een rock'n'roll tafel, hè? We zijn even troffen. Twee cola. Ja. Eén cola light. Ja. Een cassis. En twee spa blauw. En twee biertjes. Proost, ouwe. Proost. Word je even mens van, hè? Hey, wordt het gebruikt of kun je het toch zelf halen? Wat zegt u? Wordt het gebruikt of kun je het toch... Als u wilt, kunnen we het brengen naar u, hoor. Oh, ik wil graag een cola light en ja? Cola. Ik schrijf maar even... Twee cola en één cola light. Twee cola? En twee één... cola light? Nee, ja, doe maar twee cola en één cola. En twee cola? En 12:356, dacht ik. Vier? Oh, sorry, hoor. 356. Vier? 356. Hoeveel ben je
snel op, jongen. Tafel 356. Oh, 346, ja. Oké, okay. Twee cola en een cola, light. Kom ja. In de bak. Wie de kas is? Ja, vier? Ik zeg tegen haar, bestel dat nog niet. Nee. Jullie hebben het gewoon veel Sander te lang. Bestelde het. En van veel te lang laten staan. Ga maar twee nieuwe biertjes halen. Twee. Oké. Okay. Ja, we moeten even twee nieuwe biertjes. Hallo. Stop maar. Stop maar. Hey, Marcinella. Hi. Hi. Marcinella, you're the sun. Marcinella, then on the ground. Marcinella. Die mensen hebben helemaal geen bier besteld. Marcinella, prachtig dier. Waar ben je ver van huis? Serieus, ze hebben niet een bier besteld. Dat hebben we dus verkeerd gehoord. Vandaar dat hij half leeg was. Maar heb je geknoeid? Ik heb een beetje geknoeid. Ik snap wel dat hij natuurlijk normaal als sanctie staat, hè, op bier drinken onder werktijd. Echt waar? Ik zou het gewoon maar heel snel nog even een paar gasten maken. Oh, ja. Zonder bier. Ja. Hey, Marcinella. Hi. Doorgeven. 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 Ja, hallo. Nee, doorgeven. Oh. Niet te flauw doen, dan. We gedragen ons netjes, ja, als reisleiding. Doorgeven. Nee. Nou, Ramel! Nou, Ramel! Wat doe jij nou? Ja, we zijn nou op vakantie. Ja. Oké, doorgeven. Tik hem aan, ouwe. Tik hem aan, vrouwen. Tik hem aan, vrouwen. Sandra, wat moeten we gaan doen? Nou, het is een hele speciale vraag wat jullie gaan doen. Jullie hebben namelijk... Oh, kijk. Jullie gaan namelijk met z'n tweeën een kinderfeestje organiseren voor Chiara. Tik hem aankleden. Moet hij chips erbij doen? Nou, ze moet je zien wat ze snoep hebben gekocht. Ja, maar zo lekker iets zout, ook. Alleen aan het zoeten. Je hebt zo'n appeltaart. Je bent zo'n slechte vader. Jij laat mijn kinderen niet al die chips vreten. Ja, en anders is het wel een keer klaar, meneer de dikmaker. Kinderen zijn van ons tweeën. En jij hebt niet te bepalen wat er allemaal in gaat, ja? En anders pak je spullen maar een rotje op. Die mensen wel, die denken. Deze muur is kaal, toch? Die moet even aankleden, ja. Sanne. We kunnen, toch? We kunnen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Geef me een bier. Hoera! Goed, eigenlijk wel, maar toch. Weet je wie hier ook is? Bril Smurf! Grote Smurf! Grote Smurf van Madrid! Dag, dit hier! Daar is de Smurf! En weet je wie er ook in zit? De stem van Man bij de hond. De stem van wie? Man bij de hond! Man bij de hond! Nee, papa! De Babbelbox vraagt zich af. Heeft u ook zo'n hekel aan kindervisjes? Er zit een radio in. En weet je wie er ook in zit? Ja. Adolf Hitler. Ja. Ik ben Rijk, Ik ben er ook in zit. Ik ben er ook in zit. Serie-radio. Zit hij er echt in? Ik wel, ouwe. Je zal ze de kost moeten geven. Dat doet alles kan Junior ook altijd. Ja. Met die bloepers. Doet hij net op je scherm kijken, maar dat zit helemaal niks. Nou, wil je de gehele aflevering terugzien van de Klusjesmannen? Ga naar klusjesmannen.bnm.nl. En dan vind je ook de deleted scenes. Zijn hilarisch. Keileuk. Klusjesmannen.bnm.nl. Ah, vakantie. Zo. Ah.
Tik hem aan de kust. Tik hem aan de kust.